Tot laat in de 20e eeuw kwam hij langs de deur om groente- en fruitafval op te halen. Nu gaan de geruchten dat de Schillenboer in ere wordt hersteld om de overlast van meeuwen te verminderen. Wat vindt de Haarlemmer van de terugkomst van de Schillenboer? Ik heb geen idee wat een Schillenboer is. Dus ik heb geen mening. De Schillenboer was vroeger, kwam die langs de huizen met een karretje om groente- en fruitafval op te halen. Oh. Dus wat we nu hebben met de groene bak. Ja, wat een briljant idee. Ja, in het kader van gescheiden afval en milieu en hercompostering en hergebruik van compost bedoel ik. Ja, waarom niet? Nou, hartstikke leuk. Wij hebben vroeger in Bennebroek hebben we ook altijd een Schillenboer gehad. Die kwam dan langs op zijn kar, een hele grote kar. En dan een hele mooie man was het ook, met een beetje een tandloos gebit. En dan kwam hij aan met hard bellen en wij met, als kinderen naar buiten met onze aardappelschillen en huppetee erin gooien. En op een of andere manier is die man mij altijd bijgebleven. Dat was hartstikke mooi. Nou, het lijkt me een beetje onnozel, want er zijn helemaal geen mensen thuis overdag. Die zijn allemaal aan het werk. En dan zou je je mandje met schillen dus buiten moeten zetten. En dan komen die meeuwen juist. Nou, ik woon in Bloemendaal en daar worden de groene bakken 1 keer in de 2 weken opgehaald. Als het zomers lekker weer is, dan meurt dat er aardig op los. Dus als dat opgehaald zou worden in de Schillenman. Schillenboer. Nou, graag. Nou, waarom niet? We zijn toch wel van het afval scheiden en zo, weet je wel. Niet iedereen heeft hier een groene bak. Ik in ieder geval niet. Dus voor mij zou het wel een uitkomst zijn. Nou ja, ik heb het meegemaakt dat de Schillenboer bij ons in de straat kwam. Vroeger, hè. Dus dat vond ik altijd wel heel nuttig. En jammer dat hij weg is. Dus ik vind het heel goed dat hij weer terugkomt. Vroeger als de Schillenboer langskwam, dan belde hij aan en zei, heb je nog schillen? En dan kon je het op de kar gooien en dan ging je weer dat deurtje verder. En dat was hartstikke leuk. Maar het is allemaal in, hoe noemen ze dat ook weer, internet, dan weet ik het allemaal. Daar word je gestoord van. Wel leuk, geeft wel een nostalgisch gevoel. Ja, dat lijkt me leuk. En dan echt met zo'n schillenkar, met paard en... Zo ken ik ze van vroeger.